Ja. Poeh, wat een introductie. De lat ligt hoog. Maar dankjewel. SMI, 20 jaar. Dat moet gevierd worden. Absoluut super om al de studenten ook bij elkaar te zien. Het is ook een beetje reunie en veel mensen zie ik terug. Fantastisch. Dat we ook zeg maar als één familie bij elkaar zijn vandaag. Want het is een mooie dag. Een belangrijke dag. En zelf heb ik ook sport gedaan. Sport, ik wil eigenlijk sport aan leren koppelen. Een leven lang leren. Is voor mij essentieel geweest in mijn actieve carrière als sporter. Lijkt de link naar sport. En wanneer ik eigenlijk ben begonnen met leren. Eerst mezelf introduceren, want ik zie ook veel jonge mensen in de zaal. Is een compliment. Mijn naam is Arne van der Leijden en ik kom uit de mooiste stad van de provincie Limburg. Uit Sittard, moet jij een keer doen. En ik heb ook 13 jaar aan sport gedaan, voordat ik eigenlijk ben gaan studeren. 13 jaar topsport. En in die 13 jaar heb ik 3 keer deelgenomen aan het grootste sportevenement ter wereld. De Olympische Spelen. Daar heb ik 3 keer een bronzen medaille gewonnen. Ik ben 2-voudig fietsenwereldmeester, zegt de Duitser. Zilver op het wereldkampioenschap. En ook voor de consequentie. In leren is dat belangrijk. Ik ben 3-voudig Europees bokskampioen. Dank jullie wel voor het applaus. De stemming zit er goed in, weet je. Houd het ook vast in het laatste gedeelte. Mooie sprekers ook geweest. Heeft me ook geïnspireerd om te komen met wat ik vertel. Leven lang leren. Was niet altijd even makkelijk. En even iets over mezelf. Want daar begint het ook bij je fundament. En de waarden ook die al zijn aangegeven. Aan de sprekers ook, door de sprekers voor mij. Ik ben opgegroeid, even iets meer over mezelf. Ik ben opgegroeid in de mooiste stad van de provincie Limburg, Sittard. Mijn vader komt uit Suriname, uit Paramaribo. We weten allemaal waar dat ligt. En mijn moeder is een echte Rotterdamse. Maar dat hoor je wel in mijn accent. En mijn vader is in de jaren 50 naar Nederland gekomen. Industriële samenleving. Omzet maken, gaan met die banaan. Heeft mijn moeder leren kennen in Rotterdam. Ik heb 3 broers, 2 zusjes, groot gezin. En met z'n allen we zijn verhuisd naar Sittard. Daar ben ik grootgebracht. En mijn vader is er nog steeds trots op. Want ik zei, je ouders die je de waardes meegeven, waarom je de persoon wordt vanuit je eigen identiteit van wie je nu bent. En mijn vader is steeds trots op, want hij kon geen werk vinden. Er was recessie, tegenslag, de tijd herhaalt zich. En in het zuiden lagen mogelijkheden. Mijn vader echt een neger, hè? Ik ben een cappuccino, ik zit er zo tussenin. Vader grote donker man, bijna 2 meter groot. Hij was de eerste zwarte mijnwerker in de steenkoolmijn in Limburg. En zoals wij als team bij elkaar zitten, ze gingen er allemaal blank in. Ze kwamen er zwart uit, ja. Mijn vader ging er zwart in en bleek van schrik kwam die eruit. Weet je? Maar het was nooit makkelijk thuis. En leren was belangrijk. En het beste uit jezelf halen. En team, ik vertel dit niet om indruk te maken, SMI-team, want het heeft toch de persoon gemaakt die ik nu ben. Maar in die tijd was het niet prettig. Het was al langer, je moet het beter doen, jij stomkop, je kan er helemaal niks in. Bam, bam, dat soort informatie kreeg ik. Dus mijn affirmatie was altijd negatief. Ik kan het ook niet en ik liep altijd krom. Ik had absoluut geen zelfvertrouwen. Zo werd ik opgevoed. Dus, en ik durf rustig met jullie te delen. Dat heb ik ook geleerd bij mijn opleiding voor de SMI. Vele jaren later. Om ook open te zijn en eerlijk te zijn. Kleine Arnold, je opereerde eigenlijk vanuit een minderwaardigheidscomplex. Niet eigenlijk 100%. Absoluut geen gevoel van eigenwaarde en vertrouwen. En daar begint het mee in het leven of in sport. Maar ik had wel een droom. Weet je wel? Mijn eerste droom was, denk aan je eigen dromen die je hebt. Of die je had als kind. En kleine Arnold, je droomde om topsporter te worden. In leven lang sporten wilde ik. Voetbal werd me met de paplepel ingegeven. Want mijn vader was ook voetbaltrainer van de voetbalvereniging Sittard. En ik droomde om profvoetballer te worden. Ik droomde om te spelen in het eerste van Fortuna Sittard. Ze komen terug, jongens. Je hebt ups en downs in het leven. Ik droomde om te spelen in het Nederlands elftal. Ik was best een getalenteerde voetballer. Ik stond op het middenveld. Zeg maar een SMI-manager, hè. Die op het middenveld staat, die de verdediging, de financiële afdeling ondersteunt. Die assist geeft aan de spits die kan scoren. Aan zijn medewerkers gezondheid.
Weet je? En ik stond daar als SMI's voetballertje stond ik op middenveld. En er ging 3-4 man voorbij. Ik kom op het strafschopgebied. Ik denk, nu examen, ik ga scoren. Kom een klein jongetje van achteren en die schopt mijn finaal eronder uit. Ik val over dat jongetje heen. Ik had helemaal nog niks met de boksport te maken. Ik begon toch de eerste bokstechniek op dat jongetje uit te oefenen. Ik benadeelde mijn team. Ik werd onmiddellijk uit het veld gestuurd. En ik was veel emotioneel uit balans. Ik huilde en ik had frustratie en ik had pijn. En ik rende terug naar de kleedkamer. En ik was mijn tranen weg onder de douche. En ik stond voor de spiegel. En het einde naderde van mijn wedstrijd. En ik voelde, ik laat mijn teamgenoten, mijn klas laat ik in de steek. Maar hoe moet ik het dan wel doen in het leven? Hoe moet ik leren? Wat moet ik doen? Als klein kind. Maar ik keek eigenlijk in de spiegel. Wat ik ook later leerde op SMI. De opleiding, sportmanagement. Ik heb geleerd om ook reflectie te geven naar jezelf. Dat is eigenlijk wat we allemaal geleerd hebben ook. Met studeren, met leren, in je hele leven. Het is goed om te weten, om ook bewust af en toe te kijken van wie iedere morgen je tanden poetst. Op het moment dat je weet wie iedere morgen je tanden poetst, kom je dicht bij je identiteit. Dat is van essentieel belang. Een klein mannetje stond als begin jaren 70 en ik kan er ook helemaal niks van, ik stond mijn haar te kammen. Soul-tijd. En mijn teamgenoten kwamen ze alle binnen en zeiden, Arnold man, als je erin was gebleven, hadden we de wedstrijd kunnen winnen. Je hebt nu 1-1 gelijk gespeeld. Je domkop man, je bent altijd zo driftig en boos. Ik was eigenlijk nooit in balans. Die balans is eigenlijk pas veel later gekomen, toen ik ben begonnen met de boksport. Lijkt tegenstrijdig, maar ongelooflijk waardevol. En wat Job al heeft geschetst, eigenlijk de waarde, principes en identiteit, heb ik eigenlijk gevonden bij Boksclub de Amateur uit Münsterlee. Bij die vereniging. Vandaag al over verenigingen gesproken. Het is eigenlijk evaluatie met wat we vandaag gedaan hebben. Boksclub de Amateur uit Münsterlee, the place to be. Ik ging er op zondagmorgen voor de eerste keer naartoe. Een vriendje van me zei, Arnold, kom ik er mee? Je bent altijd driftig, boos. Die boksen is echt iets voor jou. Eigenlijk met kindertaal, dan kom je eigenlijk in balans. Team, beste mensen. Oud-studenten. Studenten op dit moment. Ik kwam er voor de eerste keer binnen bij Boksclub de Amateur uit Münsterlee. En ik kwam die SMI-zaal kwam ik binnen om te gaan leren. En ik werd onmiddellijk zintuigelijk geprikkeld. Oh, ik zag jongens op bokszakken slaan. Bam, 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 bam. En je hoorde het geluid. Je rookte transpiratie in de examenzaal, weet je wel. Iedereen zat op spanning. Ik zag jongens voor de spiegel staan. Stonden eigenlijk te conditioneren van een beweging. Basistechnieken constant te oefenen om te leren. Ik zag jongens met hoofdbeschermer op, bitje in. Eén bokste vooruit, ander bokste achteruit. En ik wilde meedoen. Ik denk, bij deze club, hier wil ik leren. En de coach komt naar me toe. En zei, hey, mooi donker jongetje ben jij. Kom er even bij, man. Welkom bij onze club. Je wilt komen leren hier. Een kleine SMI-leerling. Kom erbij. Kom erbij, je wilt bokser worden. Kom aan, linkerbeen voor. Linkerbeen. Maak een vuist. Je hebt talent, man. Oh, ja. Kijk naar jezelf. Kom aan, links die directe. Bam, rechts die directe. Kom aan, links, rechts. Perfect, nog een keer. Hou je handjes zo. Denk aan je dekking. Perfect, nog een keer. Leren. Perfect, oké, geef me een applausje. Voelt goed, hè? Voelt goed, hè? Ja? Oké. Nou. Weet je, beste team... Alles draaide uiteindelijk om het gevoel wat je dan overhoudt. En toen ik in 1993 begon met mijn cursus SMI, was ik eigenlijk onzeker. Omdat het kleine Arnoldje nog in me zat. En eigenlijk zei hij, dat kan je niet. Ik ben begonnen met LTS. Zou je dat wel doen? Je bent toch sporter? Maar om ook met jullie te praten. Ik zei van, jij kan dat. Ga het nu doen. We maken groepen, we gaan met z'n allen leren. Heb ik die handschoen toen opgepakt. Net zoals eigenlijk bij de eerste training bij Boksclub de Amateur uit Münsterlee. Daarom ben ik pas 33. Omdat ik op 15-jarige leeftijd pas eigenlijk ben gaan leven uit vrijheid. Een gevoel van eigenwaarde en respect. En voor de eerste keer ging ik rechtop staan, weet je wel. En de eerste training hebben we alleen maar basistechnieken gedaan. En langzaam kwam een perspectief. Ik denk, als ik hier blijf leren, man, kan ik misschien wel kampioen van Zuid-Nederland worden, weet je. Het eerste doel wat je hebt. En de tweede training heb ik het eigenlijk opgepakt op mijn cursus. Op mijn opleiding.
Bij de amateur uit Münster geleend. Want de coach komt naar me toe en zei: Arnold, je hebt talent. Jongen, je hebt talent, je doet het goed in onze klas. Maar vandaag ga je in de ring tegen Ger Haan uit Münster geleend. En wees niet bang, hij doet het rustig aan. Hij is zwaargewicht, hij doet alleen toucheren. Heb vertrouwen. En de coach ging naar Ger Haan uit Münster geleend. Ja, dat dacht ik wel, ja. En Ger Haan was een wat oudere bokser, weet je wel. Hij had al wat moeten incasseren, maar hij zag er nog goed uit. En ga leer die jongen zoals wij het hier doen. Je bent docent vandaag. Laat zien hoe wij het hier doen in de ring van inspiratie. Ja, dankjewel. En de sparring. En de sparring begon. En Ger Haan hield zich aan de afspraken. Weet je wel, hij deed alleen toucheren. Hij zei: Come on, we doen deze opdracht doen we samen. Perfect, gaat goed. Hou je handjes zo. Ik denk: Ja, wacht jij maar. En ik weet nog goed, ik ben linkshandig. Ger Haan verwacht het niet. Ik kwam zo in links direct zo. Boom! Vol en op zijn neus en zijn mond. En een beetje bloed en spuug spatten van hem af. En ik ging achteruit. Yeah! Ik voelde mijn hele peer. En ik weet nog goed. Ger Haan vloog achteruit tegen de touwen. De ring van inspiratie. Van groei en opleiding. De klas. En dan maakte ik contact met de coach. De leraar. Jan de Hager in Münsterglijn. De SMI-coach, met handdoek over zijn schouder. Die observeerde wat er gebeurde in het speelveld. Allemaal herkenbaar voor ons. Weet je wel? Die af en toe wat feedback en input gaf. Die keek, observeerde hoe we het deden. Eén boekste vooruit, achteruit. Je de coach die je opvangt in de hoek, die je wat feedback en input geeft, zodat je wel veilig en verantwoord je weg kunt vinden in je proces. Die coach nam de verantwoordelijkheid en deed naar Ger alleen. Ik heb het geweten, man. Ger Haan heeft me echt alle hoeken van de ring laten zien. Maar wel met respect. Want het had me zo hard kunnen raken, had ik het niet overleefd. Had ik hier vandaag niet gestaan. Was ik nooit, had ik de opleiding gedaan. Hier op Papendal en Groningen. Weet je wel? Maar ik moest wel incasseren. En ik had wat last van mijn neus. En ik spuugde wat bloed in mijn handen. En ik denk, hoe moet